Er was de laatste tijd een enorme discussie gaande over het salaris van Lionel Messi. Ja, ja, jullie hebben het natuurlijk ook gelezen. Hij verdiende de afgelopen 4 jaar, zeg maar, 550 miljoen euro. Ja, dat kreeg hij. En dat wil dus zeggen dat hij per jaar ongeveer, pak een beet, 140 miljoen euro kreeg. Onze Messi. Ja, maar, en dan komt hij, hè. Dan staat de brommende burgerman onder ons, die staat op en die beginnen te brommen, ja. En te klagen en te zeuren. Dat kan toch niet? Hoe kan iemand zoveel verdienen? Hoe is het mogelijk? En moet je kijken wat ik allemaal niet moet doen de hele dag. En moet je mijn salaris zien? En die gozer die verdient dat in ongeveer 10 seconden. Dat klopt. Messi verdient inderdaad veel meer dan wij allemaal in 10 seconden. En eigenlijk verdient hij te weinig. Hoe, zullen jullie zeggen, hoe kan dat nou? Dat is mijn idee over dit hele gedoe. Mijn idee is dat bijvoorbeeld mensen als Maradona en Tiger Woods en Michael Jordan, die verdienen altijd te weinig. En dat geldt dus helemaal nu ook voor Messi. Hij verdient altijd te weinig geld. Ja. En ik zal je uitleggen hoe ik daartoe kom. De wedstrijden van Barcelona, die worden elke week wereldwijd uitgezonden. En laat ik er nou eens een keertje van uitgaan, en dan blijf ik aan de voorzichtige kant hoor, dat er bijvoorbeeld 100 miljoen mensen elke week afstemmen op Barcelona, maar vooral om Messi te zien. Als al die 100 miljoen, als we die nou eens zouden vragen om elke week even 10 cent te betalen om Messi te mogen zien spelen, hey, aan welk bedrag kom ik dan elke week? Dat is 10 miljoen euro. Alleen voor Messi. Omdat die mensen hem dan 1,5 uur kunnen zien spelen. Nou, laat hij nou eens 30 wedstrijden spelen per seizoen. Maar waarschijnlijk meer, of 38 of 40. En dan heb ik het alleen over de competitie in Spanje. 40 potjes. Dus 40 maal 10 is 400 miljoen euro. Hey, alleen voor die 40 potjes. Dat zou die al minimaal verdienen. Dus de rest, dan heb ik het nog niet eens over de bekerwedstrijden in Spanje. En dan heb ik het niet over de Champions League. En dan heb ik het ook niet over zijn wedstrijden voor het Argentijnse elftal. En dan eventuele WK's die hij speelt. Want daar kijken dus een veelvoud van. Misschien wel 500 miljoen of 1 miljard mensen naar een wedstrijd van hem. Als je dat nou berekent, dan zou hij dus al sowieso met de Spaanse competitie ongeveer 400 miljoen moeten krijgen. Onze Messi. En hij krijgt er maar 550 over 4 jaar. Dus dan speelt hij een aantal jaren, een aantal seizoenen, speelt hij gewoon voor niks. Gratis. Hij krijgt altijd te weinig geld. Maar dat niet alleen. Denk ook eens aan het volgende. Het plezier wat hij brengt. De mensen die naar hem kijken. En allemaal eigenlijk elke dag in gevecht zijn met het leven. Want zo leuk is dat allemaal niet. En die zien hem spelen. En die dan gewoon een geluksmoment krijgen bij het zien van een vrije trap. Of een geweldige run van Messi. Of een prachtig doelpunt. Of een schitterende paas. Die geluksmomenten, die heeft die miljoenen en miljarden mensen gebracht, Messi. En dan is het de vraag, wat is een geluksmoment? Hoeveel is dat waard? Ja jongens, dat is niet in geld uit te drukken. Een geluksmoment is gewoon onbetaalbaar. En dat is precies Messi ook.